Yes jongens, jullie zien het goed. Daar zijn we weer. Achterin mij natuurlijk een kofferbak vol met visspullen. Dus we gaan lekker nog vissen. Ik zou eigenlijk met Daniel gaan, helaas kon die jongen niet. Moest hij overwerken of het was een zieke collega of zo, zoiets. Dus helaas, kort nachtje, het is al 8 uur inmiddels. Morgen weer voetballen. Moet ik alweer, 12 uur op het veld staan. Dus kort nachtje op een paaienlocatie. Ik heb hier eigenlijk, elk jaar heb ik wel een paar mooie 20's gevangen. Dus we gaan vissen met attractieve aas, pop-uppies en natuurlijk partkos. En hopen dat er niet te veel braas in zit. Dan gaan we sowieso karp vangen. Ik neem u mee. Ik krijg alles uit wat we gaan doen. En we gaan een mooie video van maken. Dus een blauwduimpje omhoog. En geniet ervan. Ja. Hey, jongens, na al dat werk kunnen we eigenlijk weer een nieuwe sessie vissen. Gisteren om 9:30, voor 9:30 even een bestekking gepraat samen met Chit. Eens even kijken wat er allemaal in zit. Schaartje weg. Kijk, we hebben hier sowieso de nieuwe Optina. Nieuwe zakken. Mooie verpakkingen. 2,5 kilo. 20 mm. En wat hebben we hier nog meer? Kijk, keurig ingepakt. Mooie potjes. Natural Taste. Dit is de boekweit. 2 litertjes. Wat hebben we hier? Dit is ook boekweit denk ik. Of hennep? Nee, boekweit. Even kijken. Premium Particle Mix. Eigenlijk mijn favoriet. Met pennen en met foliovisjes doe ik het allebei gebruik. Ja, wat pop-uppies. Mooie Fuo, of hoe noem je dat? Duo, twee keuren. Ja, dat is helemaal top. Pellets, ook altijd lekker broedwormen zit. En wat hebben we hier nog meer? Ja, dat is mooi af, jongens. Ik heb natuurlijk aas besteld. En daar komt een geur vanaf, dat wil je niet weten. Dus het wordt in zo'n mooie zak geleverd. Zodat je die stank en eigenlijk buiten houdt. En eigenlijk het een beetje vers houdt. Ik zal het proberen open te maken. Duim. Kijk, vers van de pers. Vlokkreefjes. Ja, dit is echt helemaal top, joh. Het is, je ziet het gewoon, een mooie keur. Het komt een aardig geurtje vanaf. Ik had net de doos van Chit geopend met de broedworm. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. En ja, dit kan je gewoon lekker door je particle mix gooien. Of door je body mix, wat je maar wil. En ja, we hebben in het voorjaar al goede resultaten mee geboekt. Dus dit jaar gaan we er sowieso meer mee vissen. En ja, je kan het ook invriezen, dan blijft het wel iets minder vers. Maar dan kan je natuurlijk wel op een ander moment gebruiken. Helemaal vers dus, in een mooie revenzak. Die kan dicht. Daar zijn we dan. Een mooie stekje zoals ik zei. Paaienstoot. Misschien herken je het wel. Vaker gezeten. En hier is de stek. Net genoeg ruimte voor mij. Dus het is lekker krap, maar daar hou ik altijd wel van. En zoals ik al zei, gaan we natuurlijk vissen met de attractief natuurlijk aas. Hier een nieuw potje. Premium Particle Mix. Is dit 2 liter. En een boekweit bogies. En met die van die mooie fake mais ga ik vissen. Boven een bedje van dit. Moet je knallen. Ik ga er zo meer over uitleggen in combinatie met de rigs. We gaan eerst even die tent opbouwen. En hengels uit het voederaal halen. Knallen jongens, ik heb er zin in. Ja, jongens, zoals ik zei, ik ga vissen met opvallend aas. Karp komt erin om te paaien. Dus ten eerste een snowmannetje met een... ja, weet het, gedubbelde gekleurde pop-up maisie. Stel die lekker mooi een beetje zo boven de bodem, een beetje aan het dwarrelen. En die andere met een Ronnie rig, two-tone pop-upie. En dan geel en wit. Twee kleuren die ik altijd graag bevis in het voorjaar. En mooi met deze bollen, dat zal ik eigenlijk pas net bedenken. Nieuwe zakken van tyranetkoop.nl. Dat ze zo'n sluitstrip hebben. Dus je kan ze heel makkelijk dicht maken. Waardoor je geen oude bollen krijgt, maar dat ze altijd gewoon vers blijven. Goed over nagedacht. Dat is een mooie noviteit. En dit zijn die pop-ups die ik net liet zien. Bananenflavor. Nou, we gaan knallen. Ik heb er zin in. Nu al aan het paaien zijn. Ik hoop dat ze nog net vlak ervoor zitten. Of misschien daarna. Dat ze sowieso gaan eten.
Zoals ik zei, altijd twee netten meenemen op zo'n drukke stek waar je hengels ver van elkaar staan. En nog een tip, goed opletten waar je welke keurtje je pieper is van welke hengel het is. Dat je niet naar de verkeerde rent, want dan kan je wel eens te raad zijn. Zo jongens, hengeltje 1 erin. Ik heb best wel goed gevoel bij eigenlijk. Ik zag al twee keer activiteit voor het kantje. Het kan paai in de vis zijn. Het kan ook dat ze gewoon lekker aan het chillen zijn in de kantjes. Dan gaat hij sowieso af vanavond. Die andere hengel, daar heb ik een andere tactiek bij. Daar ga ik natuurlijk vissen met de oranje pup, Ronnierig. En dan ga ik eigenlijk met een natuurlijk aas en particles bijvoeren. Je ziet hier. Hier doe ik nog een schepje vlokkreeft erbij. In dat zakje zitten. En dan heb je twee andere aaspresentaties. Stel dat de karper nou echt die bollen vermijdt. Op mijn ene voerstek, dan ziet hij dit waarschijnlijk toch wel zitten. En ook wel extra brazen gevoelig. Dus ga ik niet met twee hengels meer vissen. Maar op deze manier spreid ik mijn kansen. En dan gaan we het wel zien. Ik ben heel benieuwd. Ja, altijd mooi die chickies die je zo onderweg ziet. Als je een echte visser bent, dan kun je ook observeren. Zijn we open altijd. Jongens, je gelooft het niet. Echt niet normaal. Ik heb het al eens gehad. Ik ben hier zo mijn hengel aan het neerleggen. Dus ik draai mijn schip open. Ik wil mijn top onder water steken voor mijn saprijn. En je raadt het al. Valt mijn spoel eraf. Hier is mijn spoel. Die zit natuurlijk aan mijn draad vast. Dus die heb ik gepakt. Nee, valt die top hier in het water. Dus ik snel mijn mand naartoe om te pakken. Maar ja, ik zie hem niet meer. Echt helemaal kut. Ik ga nog even zoeken. Ik zit daar onder de brandnetels. Ja, dit geloof ik dan niet. Dan moet ik helemaal een nieuwe spoel opkopen. Ik hoop dat het überhaupt bestaat. Ah, oh, wat een drama. Het is echt niet handig. Kijk, ook maar met één hengel vissen. Ah. Nou, geluk bij een ongeluk. Als je het zo mag noemen. Ik had mijn derde hengel nog in mijn voetraal zitten. Dus kan ik tenminste met twee hengels vissen. En dan ga ik morgen maar denk ik met mijn broek uit proberen dat kantje af te struinen. Op zoek naar mijn spoeldop. Want anders dan, ja, dan ben ik echt het haasje. Dan moet ik zo'n nieuw ding bestellen en dat schiet echt niet op. Waarschijnlijk past die dan weer niet. Dus ik ga morgen maar mijn best doen. Jongens, het is niet normaal. Ik kreeg gewoon een run. Ik denk, hè, wat is dit nou? Een kwartiertje na het inleggen. En dus ik ga naartoe. Dus ik zie allemaal beweging, activiteit op mijn stek. Sowieso een lijnzwemmer geweest. En ja, ik had saprijnen, dus dat het kan eigenlijk geen kwaad doen. Die karper die voelt dat net als een soort van rietstengel. Dus ja, goed gevoel. Goed vertrouwen aan de nacht in. Ik ga nou lekker een filmpje kijken op Netflix. Biertje erbij. En dan hou ik je op de hoogte als de activiteit is. Tot zo waarschijnlijk. Zo jongens, het is inmiddels 12 uur. Ik heb lekker een filmpje gekeken. Maar ja, een uurtje geleden ongeveer heb ik een brazer gevangen. Hij zat in zijn buik gehaakt. En ik kreeg eigenlijk best veel runnetjes, net zoals ik net liet zien. En ik denk, ja, wat is dat nou? Maar volgens mij zijn het gewoon paaiende brazers die door mijn rij zwemmen. En eentje was dus achter zijn vin blijven hangen. En toen schoot hij in zijn buik. Waardoor hij bleef hangen. En ja, dus dat behoeft eigenlijk niet zo goed voor vannacht. Maar goed, als ik je toch het volgende shot zie, dan heb ik toch een vis gevangen. En anders komt de video natuurlijk niet online. Dat, zo zijn we dan ook alweer. Dus ik ga nu slapen, wel rusten. En dan misschien tot zo. Ja jongens, kijk eens even wat we hier hebben. Mooi spiegeltje op de kant. Jongens, kijk dit eens even. Ik zie het net. Ik raak heel de avond al van die halve lijnzwempjes. Ik werd helemaal gek. Dus op een gegeven moment ging deze vis ook af. Ik denk, nou, daar hebben we er een hoor. Schiet lekker op. En op een gegeven moment duurde die run heel lang. Ik denk, nee joh, het is gewoon een vis. En ik pak die hengel op. Ik denk, het is een brasem. Een tijdje ging hij pas vechten. Kijk dit resultaat eens even. Van het open water, echt een prachtig uitzettetje. Ah, hier ben ik super blij mee, jongens. Vierde vis van het jaar. In mijn derde nachtje. Ja, het is echt meteen een pareltje. Het is niet groot, maakt me helemaal niet uit. Want dit is echt wel een mooi geluksmomentje voor mij. En ja, kijk die beschubbing eens even. Jammer dat het 's nachts is, maar goed. We gaan natuurlijk niet zakken. Het is pas een uur of één, denk ik, half één. En hij kwam dus op het geel-witte pop-upje. De vuurpop van tijdenuitkoop.nl. Eerste keer dat ik hem aanhing. En ja, is het toch het attractieve voer dat er toe staat. Ja, kijk, wat een beestje. En maar we gaan. Nou, ik zat vast in de race. Dus goed dat je dan met een visveilig systeem wist. Zoals je ziet, rood verloren. En die pop-up, waar ik het over had. Daar is niet veel van overhouden. Kijk, aardig wat kreeften. Dus het is een goed teken eigenlijk om een andere hengel ook even te verversen. En hier ook een ander op. Als je nou een pop-upje hebt zoals dit. Ja, met een bol zou ik hem wel laten hangen. Maar je moet bij een pop-up natuurlijk opletten dat hij goed genoeg drijfvermogen hebt. En als hij half drijft, dan ga je niks vangen.
En weer hetzelfde puppy, jongens, niet normaal. Kijk, dan is het perfect geraakt, het onderrippie. Dus of die goed scherp zat. Eén keer wippen, en dan is die uit. Als het goed is. Het belang van een kleine haakje bij een Ronnie rig, jongens. Je ziet het. En weer op hetzelfde pop-upje. Ik heb nu weer een favoriet erbij. Weer mijn roodvloer. En weer een mooie vis. Genieten. Jongens, dit is toch niet normaal. Ik wil eigenlijk gaan opruimen. En eigenlijk dezelfde tactiek als gisteravond. Ging gewoon volgens af. Hetzelfde voertje. Dus een beetje met veel kreeften. Particle mix. En het gele pop-upje. Geel-wit. En weer eenzelfde soort run. Ik dacht eerst, het is weer een brasem. Ik ben heel de nacht gestorven op brasems. Het is gewoon een bijna mooie, perfecte rijkarf. Het is echt niet normaal. Wat een spiegel, joh. Fantastisch. Ik denk dezelfde uitzetting als zijn broer. Zelfde formaatje. Kilootje of 4. Ja, hier ben je toch wel blij mee. Dit is toch wel even genieten. Ja, stel een fotootje en dan mag hij terug. Sessie geslaagd. Nou jongens, een man heeft mij al geholpen met foto's. Hij stelde niet zo scherp, dus daar ben ik wel dankbaar om. Ja, wat een beestje. Een raarste blik. En mogen we gaan. Ga maar. Thanks, ouwe. Over een paar jaar ben je weer van mij. En dan op 15 kilo. Oké, daar heb je het werk. Ik kreeg weer zo'n vals runnetje. Dus dan ga ik kijken en zie ik allemaal golven voor de kant, zeg maar. En dus af en toe steekt er een vin van de brasem bovenuit. Ze zijn gewoon aan het paaien. Dus ze zijn me heel de nacht door mijn rijden. Eentje vastgehaakt. Dus ik heb niet goed geslapen. Het zijn weer de mooie ochtenden. Hier een bakkie. En hier een tostietje. En je hoort me wel snikken, maar het is alles meegevangen met de verkoudheid, jongens. Dus, dat beloof meer nachtjes de komende tijd. We gaan ervoor. Zo jongens, het ontbijt, dat zit er weer in. En ik ga zo maar eens opruimen, want ik moet naar de voetbal. Wedstrijdje om 12 uur. En ja, het erge, ik moet eigenlijk nu nog even het water in om mijn spoel op te zoeken. Ik dacht van ja, als ik hem makkelijk kan bestellen, dan laat ik het wel zitten. Gisteren even op internet gekeken. En nou, ik weet niet waar ik hem moet bestellen anders. Dus dan gooi je eigenlijk gewoon de molen weg. En ja, dus we gaan het toch maar even zoeken. Beetje spijtig. Maar ja, zoals ik zei eigenlijk van het begin van de video, als ik het even evalueer. Twee verschillende manieren gevist. Eentje met bollen en die andere heel attractief met die verse aas particles en een gefluoriserend pop-upje. En daar heb ik dus toch twee vissen op gevangen. Dat is altijd de tip van probeer naar andere dingen. En ik denk dat ik van de week hier nog even een keer ga voeren. En zo is nog een keer vissen. En dan kan je dan natuurlijk op inspelen om misschien twee hengels met die pop-upjes te vissen. Tip van de dag. Dus nou goed, het is weer een beetje zonnig aan het worden. Mijn matten en mijn schingen zijn aan het drogen. En ik ga het autootje zo volrammen. Maar eerst het water in. Ik laat jullie weten of ik hem ga vinden. Nou jongens, ik heb toch besloten om niet in het water in te gaan. Dat is toch wel aardig koud. Morgen ga ik hier voeren en dan ga ik een waterpak meenemen. Dat is natuurlijk iets beter, ondanks dat hij lek is. En ja, dan is het einde van de video. Of ik ga voeren en ik vang nog meer. Dan ga ik dat hier meteen achteraan pakken. Dus ja, ligt er nou gewoon aan hoe lang die duurt. En dan zie ik jullie volgende week weer. Dinsdag 4:30. Blauwduimpje omhoog, abonneer even meer en kijk zeker even op dfistien.nl. We hebben nog mooie merch, mooie aanbiedingen erbij. Dus ja, dat helpt ons ook een beetje. Dankjewel. Ja, het is niet normaal. Ik zei al vorige sessie dat het erg was. Maar ze hopen nu helemaal erg te paaien. Ik word echt bang. Ik hoop niet dat ze zoveel door mijn rijn gaan de komende nacht. Ze hebben weinig slapen, nachtrust. Ik ga mijn hengel iets anders. Hier schiet er eentje weg. Ik hoop dat het ook geen karper is, anders ga ik brengen. Maar ik had vorige keer daar mijn hengel staan. En daar langs het kantje zit ze heel te paaien. Dus ik ga hem hier nu voor het brugje leggen. En nog een keer, dat is echt niet normaal. En hopen dat het meevalt, maar ik hou hem hard vast. Dus daar zijn we weer. Eigenlijk deel 2 van deze video, maar wel in dezelfde video. Het is 3 nachten later. Ik heb 2 dagjes meer gevoed met de hennepboekwijd van Nieuwjeboren. En die andere hengel haak ik weer op het Ronnie-rugje met een wit gele pop-up. En ja, zoals ik zei, er zijn de karps en flink aan het paaien, of de brasems. Dus dat is een slecht teken, maar goed, we gaan het maar proberen. Ik heb net 17 km hard gelopen, snel gedoucht thuis en mijn hengels gepakt. Kar volgegooid en naar het water toe. Dus het is nu al 8:45, de zon gaat bijna onder. En morgen weer werken, 6 uur eruit. Dus heel kort nachtje.
Ik ben ook aardig verrot, dus ik denk dat ik zo in één keer zapel. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. Het is een goede tijd nu om hier te zitten, dus laten we gewoon proberen. En ja, achter montage bij hetzelfde vorige keer. Ga ik niet te veel aandacht aan besteden. Ik denk dat ik hier al bij de eerste vis zie. Yes, tot zo. Nou, ik ben gisteren nog teruggegaan met het waterpakken op mijn middel om echt de spoel op te vinden. Ik heb een uur in het water gestaan, niks gevonden gaas. Dus intussen contact met een hengelsportzaak en waarschijnlijk is die op voorraad, dus dat is mooi. Maar vandaag nog met de derde hengel, die eigenlijk een beetje cracky is. Gaan we toch proberen. Vorige sessie toch twee visjes meegevangen, twee spiegels. Dus misschien dat die wel geluk brengt. Maar is goed, vanaf volgende week weer de oude setup. Zo jongens, het is een 9:45, hengels zich in. En het gevoel is eigenlijk alweer maar minder geworden. Ik zei dat ik al van de brasems, maar net ook drie kuifeenden op een andere stek gezien. Dus ik denk dat het lekker saap wordt. En anders, als we het rot vangen, is het bonus. Maar ik ben verrot. Ik ga nu gewoon lekker tukken alvast. En dan zien we me bij de eerste vis als die komt. Ja jongens, het is 4 uur en de eerste is binnen. Goed teken. Mooi schuppie of pop-upie. Dat ruimt. En ik heb hem heel even in de zak gedaan. 2 uurtjes. En dan als het een beetje licht is, dan fotootjes en een filmpje. Dan mag hij weer terug. Maar... hij is niet heel groot, karakteristiek schuppie. Met allemaal, hoe noem je dat, beschadigingen op zijn schubben en zo. Dus ja, alsnog werd er veel gepaaid vannacht. Heel de tijd wakker geworden door die stomme runs van brasems. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. Ik ga weer snel verder tukken, want over 2 uur moet ik alweer uit. Tot zo. Hey jongens, daar hebben we hem. Leuk visie, 2 uur gereden. Weer op het Roenierig. Mooie puppy. En ja joh. Prima visie. Ik ben aardig verrot. Zoals ik zei, heel de nacht weer gestort. Maar mag wel vandaag lekker heel de dag werken. Dus daar heb ik zin in. Een fotootje en dan wacht hij weer terug. Ah jongens, het gaat weer lekker los in de sleutel. Ongelooflijk. Gewoon activiteit. Yes jongens, inmiddels 2:07. Dus nu moet ik eigenlijk op mijn werk zijn. Ik denk dat ik iets later ben. Maar dit is het einde van de deel 2. Ik denk dat er nog 1 of 2 delen komen in dezelfde video. En hopen dat dan met je de dikke paai grage moeder zou komen. Van het gewicht van een kilootje of 15. Dus ik heb weer een beetje gevoerd. Vandaag geen actie op de voerstek. Maar probeer nog 1 keer. En dan gaan we wel zien. Tot de... Yes jongens, daar zijn we weer. Derde nachtje op dit water, op deze stek. Toen het laatste nachtje van de video. Dus tot nu toe 3 hele mooie vissen gevangen. En we zijn volop aan het paaien hier. De grote vis nog niet. En ik hoop dat die vannacht te gaan vallen. Ik ga lekker met felgekleurde pop-upjes aan de slag. Een beetje partjes eromheen. En hopen dat ze toch getriggerd worden om één aanbeetje te forceren. En dan is dit het laatste deel op dit water van de video. Nou, als het nog een mooi resultaat neerzet. Hopen dat de dikke bak nog komen. Ik neem je weer mee. En, even kijken. Doe vast een duimpje omhoog en geniet van de video. Zo jongens, ik ga het vandaag iets anders aanpakken als de voorgaande keren. Toen had ik gevoerd. Nu ben ik daar al een week mee gestopt. Ik had een week geen nacht hier gevist. Maar toen ik het alleen maar met pop-ups aanbied gekregen. Dus ik ga deze gewoon lekker aanhangen. Ik hoop niet dat de brasems uit de paai zijn dat ze honger hebben. Want afgelopen nacht op een ander water heb ik er ook 4 brasems mee gevangen. Hij is aardig attractief, zeker met, dat, met die parkjes eromheen. Maar goed, ja, de karp is natuurlijk ook altijd aantrekkelijk. Dus we gaan hopen dat het niet gaat gebeuren. En anders schakel ik misschien toch nog over op bollen. Maar ja, de hengels inleggen, het is 9:00. Morgen weer vroeg eruit voor het werk. Dus het wordt strijden. Maar we gaan dikke vissen vangen. Let maar op. Ja jongens, goedemorgen. Kijk, hier is het. Verrassing van de nacht. Ik kom maar vlak voor het donker. Of voor het dichtwerk. Prachtig spiegel uitzetten. SKP en weer op de Roenierig met dit pup. Ik had er een kiertje of 10. Ik had er een goed gevecht aan. Ja, je duurt toch voor. Ja, als de vis van deze tek. Ik had eigenlijk wel meer aanbieding verwacht. Het is nu de paaitijd. Maar ik denk dat de meeste vissen alweer terug zijn naar het grote water. Ze zijn niet altijd maar even op dit water. Dus toch mooi. 4 vissen, 3 spiegels. Dit de grootste. Mooie afsluiten. Mooi terug. Dan zie ik je volgende week weer.
Dit is een half vier. Blauw duimpje omhoog. Abonneer even meer. En kijk zeker even op dv16.nl. We hebben nog mooie merch. Mooie aanbiedingen erbij. Dus ja, dat helpt dan ook een beetje. Dankjewel. En tot volgende week. Later.